Hoe ziet u dat dan voor zich? Nou, het is heel belangrijk om uh, alle informatie op grond waarvan je een keuze maakt om die naar buiten te brengen, om die te delen met de Kamer. Het is denk ik heel heilzaam om met scenario's te werken, waar jullie aan kunnen gaan werken. Het is heel goed om die kamerscenario's voor te leggen, op basis daarvan keuzes te maken. En als je een fout maakt om dat toe te geven, om dat bij te stellen. Wat nog. Vele malen belangrijker is waar ik in het pamflet over schrijf. Want dit mm -hmm. heeft ook nog iets van nou, een Haags onder We moeten meer dualisme, macht tegen macht. Nou, dan zijn we weer heel erg met elkaar bezig. Mm -hmm. Want de omslag die we echt moeten maken is een overheid die er niet voor zichzelf is. Die ook zegt dat er burgers niet voor hen zijn, maar die er voor die burger is. Ja. Dat, dat is de cruciale omslag die we moeten maken. Ja, maar u zegt dat met zoveel klem, hè? U, dat zegt u ook steeds in uw pamflet. De politiek is er voor de burger. Ja. Nou hebben we verkiezingen gehad, alweer een paar maanden geleden. Uh, er is nog lang geen kabinet en nee. dat ziet er ook niet naar uit. Dan, dan ja, een simpele vraag is dan eigenlijk: uh, zijn jullie dan in politiek Den Haag bezig met de burger of toch vooral met elkaar? Ja, en dat is de reden waarom ik het, pam het pamflet heb geschreven, omdat we heel druk met elkaar zijn. Moeten we dit weer bovenaan de agenda zetten? Ik ben niet de enige die dat zegt, niet de eerste die dat zegt, maar ik wil het wel nu zeggen. Maar u maakt daar toch ook deel van uit. Mee? Ik maak daar deel van uit. Dus ik, ik beschouw niet vanaf de, de, de maan en ik zit niet toe te kijken hoe ze het doen. Nee, ik maak er onderdeel van uit. Drie weken geleden was ik in Groningen. Um, overschilt, er wordt heel veel gebouwd, heel veel huizen, heel veel huizen versterkt, gerenoveerd. En ik ben bij een gezin die overal tussendoor valt met letterlijk een groot gat in hun, in hun boerderij. En ze hebben nog geen idee wanneer ja. er wat aan gaat gebeuren. Voor hen moeten we het doen. Dus dan kunnen we badges maken, we kunnen plannen maken, we kunnen loketten inrichten. Als het allemaal bureaucratie is die niet toegesneden is voor hen, dan doen we een fout. Dus inderdaad, we zijn heel druk met onszelf... Daar wil ik het een beetje van afbrengen. Natuurlijk moet er een kabinet komen en uiteindelijk komt er ook een kabinet. Maar waar ik echt nu een enorme streep onder zet... is wij moeten leren van die toeslagaffaire. Wij moeten leren van Groningen. Wij moeten ja. leren van het drama in de jeugdzorg. Al die momenten ja. dat de overheid faalt en niet was... voor mensen die het juiste overheid zo zullen hard nodig hebben. Zullen we, zullen we